In het regionaal Wanica ziekenhuis zijn afgelopen vrijdag een huisartsenpost en een apotheek geopend. Dit vond plaats bij de technische oplevering van het ziekenhuis. Ricky Kromo-Diharjo, directeur van de stichting Staatsziekenfonds Suriname, gaf aan dat er 49.000 SZF-verzekerden in het district Wanica zijn. In dit gebied, binnen het Wanica ziekenhuis, en ik heb het over dat deel van de Indira Gandhiweg, dat deel van de highway, maar ook hier intern, hebben wij namelijk een portefeuille van rond de 29.000 verzekerden. Dit gebied hier in het ziekenhuis, waar het ziekenhuis gevestigd is, daar verzorgen wij geneeskundige hulp aan rond de 5.500 verzekerden. Ik wil u aangeven, houd u even vast aan deze cijfers die ik heb genoemd. Daartegen verplaats ik voor u de beschikbaarheid van huisartsen nu momenteel. Dat zijn er 16, waarvan er 2 van de RGD afkomstig zijn. Er zijn ongeveer 9 huisartsen in het gebied Ladydorp, Houtuin, 3 in dit gebied hier voorin en ongeveer de rest Pad van Wanica. Kromo-Diharjo zegt verder dat het SZF zich niet beperkt tot specifieke groepen bij het verlenen van gezondheidszorg. De totale samenleving zal gebruik kunnen maken van de diensten die aangeboden worden in dit ziekenhuis, benadrukt Kromo-Diharjo. Dus als u onderdeel wilt zijn van zwartkijkerij, van kwaadsprekerij, om dit initiatief, dit mooie ziekenhuis, de medische diensten die hier worden verzorgd, als u zich wil scharen om dat kwaad te spreken, dan doet u ja, dat tekort aan alle 49.000 SZF-verzekerden hier binnen Wanica. En ik hoop niet dat u zich dat op uw geweten wilt halen om dat te doen. Omdat ook uw mensen gebruik zullen maken van de diensten. Het is voor die samenleving, het is voor u allemaal. Tot zover Ricky Kromo-Diharjo, directeur van het SZF. Hij sprak bij de opening van de 4e huisartsenpost en een apotheek in het regionaal Wanica ziekenhuis.